En hallo mensen van Dutch Combination, welkom bij Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. En we gaan verder bij de Great Taker Tree. Die had uitgenodigd natuurlijk om bij hem op bezoek te gaan. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Great Taker Tree, I'm back. Was dat het? Oh, Nervy, you has returned. Welcome. Listen carefully to what I, the Great Taker Tree, has about to tell you. The slumber these past moons must have been restless and full of nightmares. As the surface of evil gains strength, a vile climate pervades the land and causes nightmares to those sensitive to it. Verily, thou has felt it. The time has come to test your courage. I have been cursed. I need you to break the curse with your wisdom and courage. Dus je linker en je rechterhand? Goed. Do you have courage enough to undertake this task? Tuurlijk. Ik heb maar één hand nodig hoor. Then enter. And Navy you too. Navy the fairy, you must aid him. When Navy speaks, press... Ja, dat heb ik jullie de vorige aflevering al verteld. Goed. Grote boom. Grote mond. Oké, nou dan gaan we maar de boom in. Je kan van mij de boom in. Nou, dat hoeft dan weer niet, maar... Inside the Taker Tree. Goh, nee, echt waar. Goed. Een paar plantjes, een paar dingetjes. Zo, wat hebben we? Hier. You got the Dekernut. On the select items screen, you can set it to links, beneden en rechts. Set it to the sea and try throwing it. It will flash and stun the enemy. Oké. En een hartje. Zo, nog meer. Look at this wall. The vines growing on it give it rough surface. Maybe you can climb it. Nou, zullen we dan eens proberen? En we zijn boven. Nou, toch wel gelijk. Roepie. Weer een kistje. Een paar spinnetjes. Goed. En een kistje. Dus even kijken wat in het kistje zit. You found a dungeon map. Press start to... Ja, oké. Dus gewoon op start en keer het kaartje vinden. Nou, zo belangrijk is het niet. You can open a door by standing in front of it and pressing A. Pay attention to what the action icon says. That's the blue icon at the top of your screen. Nou, duidelijker kan ik het niet maken, denk ik. Ja. Kom maar. Yay, oh forgive me master, I give you the clue, it would let me go. When you jump off a high cliff, you hold forward, you will roll on the ground when you land and won't get hurt from the fall. I can guarantee it will work. Though if a cliff is really really high, hehehehe. Well try it if you are feeling bold. Ik ben niet kaal. Misschien een muts op mijn hoofd, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik kaal ben. Goed. Oh shit. Zo. Kistje. Ben benieuwd, wat zit er in het kistje? En... You found the fairy slingshot. On the select, yeah, you can set it with it links beneden rechts. Press C to take it out and hold it.
As you'll see, you can aim with the joystick, press, unleash a Deku Seed. If you want to shoot right away, when you first press C, hold down C, a little longer to get a seed ready. Goed. Dus dan moet ik... even kijken, doe ik hem hier? Ja, doe ik hem daar. Oké. En dan zien we daar een trappetje. Dat is de enige manier om boven te komen. Of boven te komen, dus je zal wel moeten. Deurtje, rollen. Ze zeggen altijd dat het rollen altijd sneller gaat. Ik merk er persoonlijk eigenlijk altijd vrij weinig van. If you press right away. Dat is dus die. En die even beter richten. En gaan. Heeft hij nog wat laten vallen? It's a rupee. Rupee. Ja, dankjewel. Dan kunnen we heel veilig naar boven. Veiligheid voor alles. Weer klimmen. Nee, goed. Even kijken. Oh, spinnetje. Weer een deur die dicht gaat. Oh, shit. Opschieten, ja. En weer een kistje. Maar zo zijn we ongeveer 5 minuten bezig. Dan heb ik al 3 kistjes geopend. You found the compass. Now you can see the location of many hidden things in the dungeon. En wat heb jij? Een stok. You found the Deku stick. On the select item subscribe. Ja, oké. Goed. Zo. En nu moet ik weer terug. Maar aangezien ik niet verder kan, moet ik dan maar terug. Hop. Omdat ik toevallig weet dat er op dat andere stuk ook nog wat is, ga ik daar ook nog even heen. Ik doe het eerst wel even zo, voor het geval dat het tijd straks op is. Oké, kleine kamikaze aanval. Zelfmoordneiging. Maar goed, we weten in ieder geval wel dat hij dood is. Komt niet vaak voor trouwens, moet ik zeggen. Zo. Wat zit hierin? Roepies. Een hartje. Dit is een andere spinnetjes. You destroyed the gold skull to light. You got a token proving you destroyed it. Bij elke skulptula wat je vindt, krijg je dus een token. En als je dan zoveel tokens hebt gehaald, dan kan je naar een bepaalde plek toe op een gegeven moment. En dan kan je weer bepaalde spullen vrijspelen. Waaronder dus een paar extra tassen bijvoorbeeld voor om extra geld in te bewaren. In principe nu heb je er nog niks aan, maar... Oh, kut. Ja, nou was ik iets te vroeg. Zo. Ik krijg 3 hartjes en ik ben mijn halve kwijt. Krijg ik er nog meer hartjes bij? Please, doe het goed. Ah! Nee, net niet. Het is de bedoeling dat je voorover gaat en dan... in principe door je door het binnenweb heen gaat. Ik ging er iets te hard. Oh, zijn ze er weer? Gezellig. Zo. Die andere sla ik maar over. Ik ga even een kortere
route van maken. Zo, en dan zijn we weer boven. Goed. Dan denk ik dat ik het hierbij laat. Zo. Dus bedankt jullie voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En vergeet geen groen duimpje te geven op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En deel hem ook gelijk even met je vrienden via Facebook, Huis, Twitter, MSN en weet ik voor waar. Dus dan bedankt jullie voor het kijken en dan zie ik jullie hopelijk graag terug bij een nieuwe Legend of Zelda. Ocarina of Time. Mazzel.